In deze video laat ik je zien hoe je de ICQ Printing Service aan kunt zetten. Hiermee kun je dashboards printen als PDF-bestand. De pagina die je nu voor je ziet is de documentatiepagina over het printen. Van belang voor het printen van dashboards is dat je een programma installeert op de server, namelijk WKHTML2PDF. Ook van belang is dat je licentie het printen toestaat. De evaluatielicentie die je bij mij kunt krijgen, staat printen automatisch toe. En ik raad je dan ook aan dit te activeren, zodat je in je evaluatie ook dit mee kan nemen. De server die ik gebruik is een 64-bit server en draait op Windows. Dus ik kies de 64-bit versie van de Windows. Ik sla bestand op. En als het goed is, staat het bestand. Bijna. Staat het bestand klaar bij de downloads. Installeren als administrator. En het programma is geïnstalleerd. Ik ga even naar de locatie van het programma, want die heb ik zometeen nodig om een aanpassing te maken in ICQ.xml. Hier staat het programma WKHTML2PDF. Ik kopieer even deze folder. Ik ga nu naar het ICQ XML bestand om het printen te activeren. Het XML bestand staat gewoon in een standaard ICQ installatie directory in de bin folder. De regel waar je het printcomponent kan vinden is regel 452. Je kunt ook zoeken op WKHTML. Van belang is dat je het printen nu activeert. Dus we veranderen false naar true. En ik zet het folder, wat ik net heb gekopieerd, voor de executable. En eigenlijk is hiermee het printen geactiveerd. Er zijn nog wat extra opties die je in kunt stellen. Die staan hieronder en die kun je rustig zelf lezen. Een van de zaken die van belang kan zijn, is de juiste settings voor je DPI en de afmetingen van het papier. Ik laat het even zo. Ik sla ICQ.xml op. En zoals bij elke wijziging in ICQ.xml moet ik ook nu ICQ stoppen en starten. En omdat ICQ bij mij draait als een Windows service, start ik de services en doe ik een restart. Perfect. Oké, ik zit nu weer op de client PC en ik start ICQ op. Je kunt zien dat ik op de client PC ben, omdat hier niet meer localhost staat, maar de naam van de server. Ik start de webrapportageomgeving. En ik heb hier al een klein eenvoudig dashboard gemaakt, waarmee ik de printing wil gaan testen. Kijk, een eenvoudig dashboard die de landen toont bij de geselecteerde continenten. In de admin tab kun je print report klikken. Ik accepteer de default settings en ik print het rapport. Ondertussen wordt nu dit rapport vertaald op de ICQ server via dat WKHTML2PDF. En het PDF wordt dan teruggestuurd naar deze browser. Nou, ik open hem meteen in de PDF. En hij opent op mijn andere scherm. Maar hier toon ik hem. Nou, het ziet er hartstikke goed uit. Perfect.
Heb je eenmaal de printing service geïnstalleerd, dan kun je deze ook gebruiken om automatische PDF's naar jezelf of naar je gebruikers toe te sturen als bepaalde drempelwaarden worden overschreden. De functionaliteit waarmee je dit kan doen heet de zogenaamde alerts. Hier kun je meer over lezen in de documentatie. Hiermee eindigt deze video waarbij ik je liet zien hoe je de printing service in IceCube kunt activeren. Met de printing service kun je dashboards printen in PDF. Bedankt voor het kijken en veel succes met het bouwen van slimme en inzichtvolle analytische dashboards.